kon je een beetje opstaan wel vanmorgen? Ja, ik was om 4:15 al wakker in de plaats van 5:45. Maar ik hoorde al dat muziek al van vanochtend. Die allemaal heel vroeg weggingen. Die allemaal met de 40 en 50 kilometer. Dus dat was super leuk. Klinkt alsof je er helemaal klaar voor bent. Ik ben ik ook. Ik denk dat de eerste keer een beetje apart is en dat je er morgen wel een beetje aan gewend bent. Het is een beetje gewend is hoe, dat je muziek en allemaal mensen er langs en zo. Ja, dat allemaal. Denk je dat er veel mensen langs de route zullen staan bijvoorbeeld? Op sommige plekken denk ik wel, maar op sommige plekken denk ik ook dat het minder zijn. Rustiger. Ja, nou niet echt bepaald. Ja, we zijn bijna aan de beurt. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Wat gaat de dag vandaag brengen? Waar gaan jullie naartoe lopen? Dat weet ik niet helemaal precies, maar we gaan hopelijk wel leuke dingen doen. Ben je goed voorbereid op de hitte ook? Want het wordt heel warm vandaag. Ja, ik heb hieronder een hemdshirtje dat als ik het echt heet krijg, dat ik dit shirt gewoon uit kan doen en dat ik dan gewoon in een hemdshirtje ga lopen. Hoe gaat het? Ja, gaat super. Heb je zin in die eerste etappe? Ja, ja. En ik heb er echt super veel zin in en ik vind het echt fantastisch deze brug om hier te lopen. Ik weet niet echt goed de route, maar zij wel. Jij wist wel wat? Ja, volgens mij de dag van Elst. Ja, ah, heel goed. Elst. Dat is vandaag morgen, is de dag van Wiegen. Woensdag is de dag van Groesbeek. En vandaag is de dag van Kuik. Die handen, die handen, die handen in de lucht. Zo, hebben die wel eens vast gehad? Ja. Eigenlijk niet. Ja, we wandelen vandaag natuurlijk ook door heel veel natuur. En daarom hebben we boswachters bij ons die ons niet alleen... Oeh, ik werd bijna geprikt. Die ons niet alleen alles vertellen, maar die ook heel graag van de kinderen willen weten hoe zij nou over natuur denken. Weet je dat de natuur hier heel dichtbij kan zijn? Ik heb hier een heel klein stukje heb ik voorgelopen. We lopen straks ergens over een viaduct. En er staan gewoon hele mooie orchideeën in de bergen. Zal ik die straks even laten zien? Heel goed. Dat is vlak voor de rustplek. Doe je dat maar even. Het is gewoon heel leuk om van kinderen te horen wat zij nou vinden van natuur. Dus ja, het is één ontspannen. Want je loopt heerlijk door je eigen terrein. Je kijkt dus op een andere manier. En je bent gewoon met kinderen in gesprek. En dat ja, vind ik wel heel erg leuk. Ik verzamel zelf ook botten en ik heb erover gehad hoe je snel botten kan vinden. En eigenlijk is dat alleen om naar het goed te kijken in het bos. En hij vertelt hoe je botten heel goed schoon kan maken. We hebben gepraat over bepaalde diersoorten en over wat voor werk ze doen. Ze halen bijvoorbeeld alle kleine nieuwkomende eikenboompjes weg, zodat er andere nieuwe soorten meer vrijheid hebben om te groeien. Kom jij wel eens als jongen in het bos om te spelen of leuke dingen te doen? Ja, kom wel. De warmte werkt niet helemaal mee, hè, want het is best wel afzien, zeker op het asfalt. En dan is het ook wel weer leuk om tegen de kinderen te zeggen, kijk hier, ik heb een klein stukje schaduw, loop daar nou eens in. En dan merken ze meteen wat het bos ook voor koelte biedt. En, of even door de berm lopen in plaats van over het asfalt, dat het veel minder reflecteert aan warmte. Dus dat zijn die hele kleine dingen, maar het is wel heel erg leuk om te doen. 1, 2, 3, hey! En nog een ouderwets liedje, potje met vet. Ja! Op de tafel gezet. De blauwe dinsdag is het. Caitlin, de allerjongste wandelaar, hoe gaat het? Goed. Ja, hoe voel je je? Ja, goed, maar wel. Het is wel warm. Is het een beetje wat je verwacht had? Ja. Of toch anders? Ja, wel een beetje anders. Hoe dan? Ja, veel drukker. Wel wat drukker. Nou, we zijn dus in Elst en als het goed is, staat hier ergens een burgemeester op ons te wachten. We hebben het speciaal gemaakt om met jullie te kunnen high-fiven allemaal. Dus dat wil ik het niet. Hoe gaat ie? Ja, jullie allemaal die eerste keer nemen gaan, hè? Wat is het leukste om burgemeester te zijn? Nou, een van de leukste dingen is natuurlijk wel de Vierdaagse. Omdat er dan ontzettend veel mensen door je gemeente komen. Maar het is sowieso het leuke van burgemeester zijn, dat je heel veel verschillende mensen ontmoet. Is zo'n ketting niet heel erg zwaar? Nee, die is helemaal niet zwaar.
En ik wil hem best zometeen bij één van jullie even laten proberen. Misschien moet ik dat bij jou doen dan, hè? Mag je even proberen? Kunnen we gelijk doen? Nou, dan doen we dat. Want dit valt heel erg mee. Hij is wel een beetje ingewikkeld, hè? Want er zit zo'n extra kettingje om. Maar... waar is dat extra kettingje voor dan? Ja, dat is dat hij een beetje mooi blijft zitten. Hè? Dan zit dat achter je revers zo. En dan blijft op de achterkant een beetje hangen. Nou, wat vind je? Is die zwaar of niet? Ik vind hem leuk. Ja. Hij nou, heeft wie een weet. Mooie kleur. Ja, mooie kleur. Dat, kijk, die kleur die verwijst eigenlijk ook door die golfjes naar de rivieren. En wij liggen tussen de Waal en de Rijn. En dan hebben we ook nog de Linge die door de gemeente loopt. Dus we hebben veel blauw, veel water. En vandaar Blauwe Dinsdag. En daarom zit dit ook. Maar dit is niet een ambtsketen alleen maar voor vandaag. Die draag ik altijd bij officiële dingen. Dus ook niet op Blauwe Dinsdag. En daarom zit dat blauw van de rivier erin. Wat vindt u van de jonge 100? Ja, ik vind het echt ontzettend stoer. Dat jullie met zo'n grote groep al, terwijl je nog maar net 11, bijna 12 bent, die 30 kilometer al gaat lopen. Ik heb het nog nooit klaargespeeld. Dus ik vind het ontzettend knap. Ik vind jullie zijn echt mijn helden hoor. Zitten we dan? Ja. Hoe is het nou? Pijn. Heel veel pijn. Ik dacht altijd van mijn moeder komt thuis met pijn, maar het is niet zo erg en dan maak je het zelf mee. En ja, dat voelt wel pijnlijk, zou ik maar zeggen. En nu? Ja, zo meteen gewoon naar huis en op een stoel zitten en dan kijken wat ik doe. En morgen? Hopelijk zijn mijn benen dan weer beter en kan ik er weer met volle moed aan beginnen. Maar nu? Even niks doen. Even minder? Ja. En dan als je zo de dag terugkijkt, zeg maar, wat denk je daarvan? Leuke ervaring wel, tuurlijk. Maar ja, pijn. Dat is het enige verschil. Voor de rest is het wel allemaal heel leuk, mensen die je aanmoedigen en zo. Voor de rest, de pijn die je voelt, dat is gewoon niet fijn. Doe rustig aan, man. Ja. Fijne avond. Dankjewel. Tot zover de jonge 100 voor vandaag. We zijn gefinished. Moet ik niet vragen hoe. Zijn we wel blij en gelukkig? Ja, we zijn wel blij en gelukkig. Tot morgen.